Welkom bij de 7.5 Biocast en die gaat over eten en ademen bij dieren. En er is een groot verschil tussen, want zoals je net zag bij de hond die in een paar tellen zijn eten opgeeft en het paard dat 80% van de tijd aan het eten is. Nou, daar is die aan aangepast. Je ziet hier de tanden van een fret, de tanden en de kiezen. Je ziet grote scherpe hoektanden waarmee die het vlees kan vastpakken. En je ziet knipkiezen waarmee hij het vlees kan losscheuren. Hetzelfde bij een hond. Een planteneter heeft heel andere tanden. In dit geval snijtanden om het gras af te kunnen snijden. En hij heeft kiezen, plooikiezen, om dat stevige plantmateriaal te kunnen vermalen. Hier zie je de snijvlak van een paar kiezen van planteneters. Plooikiezen dus. Daarmee vermalen ze het plantenmateriaal. En dit zijn knobbelkiezen van een alleseter, in dit geval een mens. Daarmee kun je vlees eten en is het ook wel mogelijk om plantaardig materiaal te eten. Maar dan moet het natuurlijk niet te stevig zijn. Ook het maag-darmkanaal is aangepast aan dat stevige plantenmateriaal. Dat kan op verschillende manieren. Hier een paard, die heeft een hele grote dikke darm. Heel groot, heel lang, en daarin zitten bacteriën en die zorgen ervoor dat het stevige plantmateriaal, de cellulose, de celwanden, worden verteerd. Een hond, wat een vleeseter is, heeft een veel korter en kleiner maag-darmkanaal, want vlees is veel makkelijker te verteren dan dat plantaardige materiaal. Een koalabeer, zoals die in Australië voorkomt en die hele leerachtige eucalyptusbladeren eet, die heeft het anders gedaan en die heeft niet zozeer een grote dikke darm als wel een hele grote blinde darm. En die blinde darm is het ook vol met bacteriën en die verteren ook het plantaardig materiaal. Hier zie je een insect en een insect heeft geen luchtpijp, geen luchtpijptakken, geen longen, maar ademt door middel van tracheeën. En tracheeën zijn buizen waar lucht in zit en die lopen door het hele lichaam. Zo'n opening van zo'n trachee heet een stigma. Kijk maar in het volgende filmpje. Hier zie je een kakkerlak. En kakkerlakken die hebben ook verbranding, dus die moeten ook zuurstof binnenkrijgen en koolstofdioxide kwijtraken. Dat doen ze door hun achterlijf te bewegen. Je ziet dan dat er in die openingen aan de zijkant, die stigmata, dat daar lucht met zuurstof naar binnen gaat. En als die een samen trekt, dan gaat er lucht met veel koolstofdioxide weer naar buiten. Dat komt omdat er een heel buizensysteem van tracheeën door het lichaam van een insect loopt. Je ziet het hier en je ziet de lucht naar binnen en naar buiten gaan. Hier zie je één zo'n trachee en die zie je vertakken in steeds kleinere tot hij bij de cellen komt. Op deze manier komt er zuurstof bij de cellen en wordt de koolstofdioxide afgevoerd. Hier zie je een sprinkhaan ademhalen. En hier zoomen we in op één stigma. Dat kleine gaatje wat je in het midden van het beeld ziet, dat is een stigma. We kunnen nog wat onaardigs doen en dat is die sprinkhaan openknippen. En als die opengeknipt is, dan zien we het hele stelsel van tracheeën daar liggen. Als we hem in het water doen, dan kunnen we wat beter zien. Een heel netwerk van alle buisjes wat door het achterlichaam van de sprinkhaan loopt. We gaan ze nog even onder de microscoop bekijken. En dan zie je dat het eigenlijk een soort boompjes zijn die zich steeds meer vertakken en door het hele lichaam van het insect doorgaan. Een insect die ademt, doet dat net zoals een blaasballig, doordat hij zijn lichaam kromt. Zoals je net gezien hebt, een vis die ademt. En die doet dat via kieuwen. En hier zie je die kieuwen zitten. Je ziet de kieuwboog en de kieuwplaatjes hier zitten. Dat zijn er heel veel. En die worden, als die onder water is natuurlijk, keurig vrijgehouden en stroomt het water er langs. Hier zie je nog een keer zo'n plaatje met de vis ervan afgeknipt. Een heel groot oppervlakte kun je wel zien. Water gaat bij de kop naar binnen en stroomt door de kieuwspleet naar buiten. Een kikker
ademt met longen en door zijn huid. Maar voordat het zover is er heel veel gebeurd. Hij is natuurlijk begonnen als eitje. Daar gaat een embryo in groeien en daar komt een heel klein kikkervisje uit. En dat kikkervisje ademt door de huid, maar vooral door externe, dus uitwendige kieuwen. Hier zie je die grote uitwendige kieuwen zitten. En hier ook nog steeds. Maar hier begint het al. Hier gaat er huid groeien over die kieuwen en krijgt hij inwendige kieuwen. Hij ademt nog steeds door kieuwen en door de huid. Er ontstaan achterpoten, voorpoten en de staart verdwijnt. Maar ook de kieuwen verdwijnen en er ontstaan longen. En dan heb je de volwassen kikker die door longen en door de huid ademt. Door de huid ademt hij als hij in de winter onderin de sloot zit. Dan komt hij niet meer naar boven tijdens zijn winterslaap om lucht te happen. Maar op het land gebruikt hij uiteraard zijn longen. Als je niet van plan bent in te stromen in HAVO 4, dan kun je nu aan de opdrachten beginnen. Maar anders is hier nog een gedeelte voor jou en het begint met een verhaaltje over diffusie. Als er ergens veel is van een bepaald gas, zoals hier deze rookgassen, en ergens anders is er weinig, dan zullen de gassen zich zo verdelen dat er overal evenveel is. Dat heet diffusie. En dat moet je zo voorstellen. Deeltjes, dus gassen, bewegen zich vrij door de ruimte. En het is maar toevallig waar ze naartoe gaan. En daardoor zullen ze zich zo verspreiden dat er overal evenveel is. Hier is een glas met broom en daarbovenop wordt een glas gezet waar lucht zonder broom in zit. Als we kijken, dan zullen we zien dat de gassen zich zo gaan verdelen dat er overal evenveel lucht en evenveel broom is. Je ziet het al langzaam verdelen. En na een poos, dan is de concentratie overal in de twee glazen even hoog. In deze animatie zie je hoe dat werkt. Langzaam verdelen de moleculen van de twee gassen zich, totdat er overal evenveel is. Diffusie wordt gebruikt bij het ademhalen door jou. Dat gebeurt in jouw longblaasjes, maar ook in de kieuwen van vissen. En er is nog een ander principe wat daarbij komt kijken. Dat is het tegenstroomprincipe. Want als je hier het bloed hebt, dan stroomt dat door de bloedvaten en door de kieuwplaatjes, door de lamellen van de kieuwen, en dan weer naar alle organen. Dan heeft het zuurstof opgenomen. Maar het water stroomt precies de andere kant op langs die lamellen. En dat heeft een voordeel. En het voordeel is dit. Het water wat aankomt heeft al wat zuurstof afgegeven aan die kieuwplaatjes. Maar het bloed wat aankomt heeft heel weinig zuurstof, maar wel heel veel koolstofdioxide. Dus daar vindt een uitwisseling tussen koolstofdioxide en zuurstof plaats. Op de andere plek, daar komt water met heel veel zuurstof aan. Het bloed heeft al wat zuurstof opgenomen, maar het water heeft nog geen koolstofdioxide opgenomen. Dus het laatste beetje koolstofdioxide en het eerste beetje zuurstof kunnen daar ook nog uitwisselen. Dus uitwisseling vindt door het tegenstroomprincipe plaats over de hele lamel van de kiel. Het tegenstroomprincipe. En dat is tevens het einde van de 7.5 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.